naar Joep de Boer, Stef Derksen, Stief van Zijmen, Daan Adriaanse, Dino van Aalen, Jaap Roekers, Bart Bakker en Loek KD. Hier is het. Het is KD die de is die ondergronden moet worden, want die rijdt hier nog aan. Het is een voorraad, staat op voorraad. En als het maar is wat gaat hij doen? Deze waarschijnlijk nog in staat om daar zichzelf aan te gaan melden en aan te komen naar de eerste twee posities. Maar hij moet daar toch in een versterk laten gaan, want de eerste twee lijken dan toch iets sneller te zijn. Maar nee, met die pompen lijkt hier heel erg sterk ook maar het is pakken daarvan. Het zet in één op tot het derde stuk, of gaat het niet meer lukken. Hij zal dan in de tandje gaan moeten zijn, de laatste bocht aan moeten beperken. Maar het is toch KT, denk ik, die hier weer overwinning neemt. Op de tweede plek gaan we kijken naar Bakker, waar een Steve waarschijnlijk is die de derde plek neemt. Nou, nu dan.